Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vanmorgen samen met de UNICEF en het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk Ik Ben een driedaagse workshop georganiseerd. De workshop wordt gehouden in het kader van de Internationale Dag van de Jeugd die op 12 augustus is herdacht. Het thema van de workshop is Transforming Education. Op de eerste dag zijn de leerlingen van 5 geloofsscholen uitgenodigd. Het thema van de dag was pesten. Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS, die ook lid is van Ik Ben, heeft de kinderen uitgelegd wat Stichting RUMAS doet. Patrick Matalla, vertegenwoordiger van de UNICEF in Suriname, gaf aan dat kinderen 30% van de bevolking uitmaken. Ik ben heel erg blij met Ik Ben. Wat is Ik Ben? Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. Dat we van hier iets vandaag iets voor jullie kunnen doen. Samen! Gaan we heel hard werken voor jullie, niet alleen voor jullie, maar voor alle kinderen. We hebben een boodschap voor jullie van RUMAS. Wees voorzichtig in de vakantie. Jullie krijgen een blaadje vandaag mee met zoveel punten. Eerst wat jullie moeten doen, wees gehoorzaam. Wat moeten jullie doen? Wees gehoorzaam. International Youth Day serves as an annual celebration of the role of young women and men as essential partners in change and an opportunity to raise awareness of challenges and problems facing the world's youth. This year's theme is Transforming Education, highlight efforts to make education more inclusive and accessible for all youth, including efforts by youth themselves. Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken, heeft uitgelegd wat de organisatie Ik Ben precies doet. Zij benadrukte dat de First Lady van Suriname, de regering en het parlement zich sterk maken om kinderen van Suriname te beschermen. Want jullie zijn straks de toekomst. We willen toch een mooie toekomst hebben voor ons land? We willen een mooi land hebben, toch? Er gaat mooier worden als jullie groter zijn, toch? Wij hier ouderen leggen de basis en jullie gaan verder. Er is een mooi onderwerp, ik wil toch even stil bij staan. Een mooi onderwerp en dat is pesten. Jullie schrikken? Er is een verschil tussen pesten en plagen. Ja? Het is wel leuk om iemand een keertje te plagen wanneer je vlechtje los is. Wanneer je haar een beetje krom is. Of je schoen is een keertje losgegaan en dan loop je klek, 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 klek. Dat is leuk. Maar pesten is niet leuk omdat je een ander pijn doet. En zonder dat je het doorhebt, doe je iemand pijn. Als je even erom lacht en jij zelf ook erom lacht, is dat geen pesten. Maar als mensen doorgaan met hetzelfde en je voelt je steeds kleiner worden en je voelt steeds meer pijn, is dat pesten. Dat was Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze sprak vanmorgen bij de opening van een driedaagse workshop in de Paramaribo Zoo.